Wij hebben onze bontblokker geparkeerd voor de deur bij Woolrich. Zij verkopen heel veel bont, allemaal dierenleed. En onze bontblokker staat er om mensen voorlichting te geven over de herkomst van dit bont. Mensen kunnen met een tikkie de parkeerkosten betalen, zodat we hier de hele dag kunnen blijven staan. We staan nu voor de winkel van Woolrich. Maar hier in de straat zijn nog meer winkels die ook bont verkopen. Een stukje verderop staat een winkel van Louis Vuitton. Die heeft op dit moment vossenbont in de etalage. Als mensen nou onze parkeerkosten blijven vergoeden, dan kan het zomaar zijn dat we binnenkort daar voor de deur staan om actie te voeren. Het coyotebont dat je hier ziet, dat is afkomstig van coyotes uit Canada. Die zijn met wildklemmen gevangen. De coyotes zitten soms wel dagen vast in een hele pijnlijke klem. Soms bijten ze zelfs hun eigen poot af om te kunnen ontsnappen. We staan hier niet alleen met de bontblokker. Maar we hebben ook flyers bij ons om mensen voorlichting te kunnen geven over het dierenvriendelijke bont. Want wij geloven dat als mensen weten waar het bont vandaan komt, ze dit niet zullen kopen. Wil je onze actie ondersteunen? Ga naar bondvoordieren.nl en doneer voor de bontblokker. Dankjewel.